Kijk, even een duimpje omhoog. Ja, ik kan dat nou niet. Het is wel een beetje koud trouwens. Ja. Oh, wauw. Een hele, hele goede morgen, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinne en de Wezenbol. Daar zijn jullie gewoon bij aanbeland. En het is vandaag alweer reeds vrijdag, de 16e van de 12e, 2022. En we leven om, schrik niet, 9:55. Ja, Rijker staat lekker te eten. Kandal, die heb eten gekregen in de gang. Elwin, die heeft net gegeten, die ligt op de bank. Ze zijn al in de tuin geweest. Ik ben al aan het werk geweest. Ik heb een broodje voor me staan, een keer koffie bij me staan. Vandaag wordt het weer een gezellige, geweldige, leuke dag. Samen met Karin. Rond een uur of twee moet klaarstaan. Voor die tijd ga ik de honden eerst even lekker even met ze lopen. Ze hebben nou in de tuin geweest, hoeven er nou 1, 2, 3 er niet uit. Het is nou weer in de tuin, maar ik loop met ze voordat ik wegga, want ik weet niet hoe laat ik vanavond weer thuis ben, want ik kom pas vanavond weer thuis. Maar we nemen jullie er gezellig in mee. Ja, en wat we gaan doen? Dat vertellen we niet. Nee, dat komen jullie vanzelf wel te weten. En te zien in ieder geval hartstikke leuk en hartstikke mooi, althans ik vind het mooi. Ja, maar wie ben ik? Ja, ook de kerstverlichtingen enzovoort van gisteren. Ja, dat is gewoon geweldig, weet je. Dat vind ik gewoon mooi, dat is mijn ding. Maar ja, niet alleen dat voor mij. Er zijn er zoveel meer die voor kerstverlichting houden. Van die de straten versiert, in de huizen versiert. Dat is gewoon geweldig, ja. Dus, maar oké, we maken er gewoon met z'n allen een hele mooie, gezellige, liefdevolle dag ervan. Hé, Rijke, kom eens hier. Je pet staat scheef, allebei. 1, goed. 2, goed. Zo. Dus ja, dat gaan we gewoon doen. En ik ga mijn buurvrouw een tip geven als ik haar zie en spreek. Want ik zag er net een busje voor komen rijden van een winkel, waar ik geen naam van noem. Maar dat is in ieder geval een hele dure winkel. Een dierenwinkel is dat. Maar dichterbij is er ook een dierenwinkel en die bezorgt ook een huis en die is vele malen goedkoper. Ja, waarom daar niet naartoe? Misschien weet ze die wel niet te zitten, maar dan geef ik er gewoon die tip van buuf, zo is het geval. Ja, maar dat komt allemaal wel goed. Deze die ze nou heeft is in ieder geval een schreeuwendeur en die andere niet. Dus, maar oké, lieve vriend, ik zou zeggen, geniet van je dag. Het is hier, het zonnetje is bezig om omhoog te komen achter de huizen vandaan, laat me zeggen. Het is bewolkt, het is blauwe lucht, ja. Wat we krijgen vandaag, weet ik niet. In ieder geval, ik hoop wel ook zon. En als het al gaat regenen, dat we dan in de auto zitten. Ja, want het is niet in den helder. Nee. Maar waar naartoe, zeg ik ook niet. Want het weet ik zo uit mijn hoofd. Ik moet mijn lijstje er weer bij pakken. En dat is deze. Nou, jullie zien hem. Jullie zien lekker niet wat erop staat. En ik zo ook niet. Nee. Maar in ieder geval, dat merken jullie wel. En het wordt een feestje. Ze zeggen, geniet lekker mee. En tot later. Zo, daar zijn we weer eventjes. Ja. Nou, ik heb er alweer heel erg druk gehad. Zelfs de schilder heb ik al gehad, want ja, je krijgt er een nieuwe ruiter in. Dan wordt het raamkozijn ook weer geschilderd. Ja, dus ook die is geweest. Ik ben al met de meisjes uit geweest. Karin die is hier al. Hoi! Hoi. Nou, die heeft even wat voor mij gedaan. Ja, want ik heb dus een, ik noem het maar even een reisrollator. Deze valt makkelijker in elkaar te vouwen dan die ijzeren gevallen. Maar ik had er geen vlaggenstok. Ja hoor. Geen houder eraan voor mijn wandelstok.
heeft Karin een provisorische houder eraan gemaakt. Ja, hier hoor, heeft ze, hoe noem je dat? Tie-rips. Met tie-rips. Hier hoor eentje. En daar hoor eentje. Heeft ze mijn stok ingedaan. En mijn stok heb ik al opgevouwen met een elastiekje erom. Want dat is een opvouwbare stok. Nou, ideaal. Ja, en ik heb er ook geen tasje aan. Die hoort hier aan te hangen. Aan die stokjes. Ja, nou, dat heb ik niet. Dus ja, mijn eigen tas gaat er overheen. En jullie gaan er gewoon doorheen. Ja, en dan komt het allemaal wel goed. Of niet dan, Karin? Ja hoor. Ja hoor. Ik ga zo meteen uw rollator alvast in de auto knallen. Dan gaan we zo meteen. Moet je dat daar nou zien zitten? Rustig aan die kant oprijden. Moet je dat daar nou zien zitten? Joh. Alle meid. Ja, ze hebben net een. En dat is van Rijka. Ja. Wat pak dan? Dus ja, dat dus. Hé, dametje van het goede leven. Ze krijgen ook nooit wat, hè, van me. Ik ben slecht voor ze, Karin. Als u het zegt, wel ja. Nou, nee, zelf. Hoor. Ja, geintje moet kunnen. Ja, nee, maar ze mogen nergens slapen. En ze krijgen nooit wat te eten. En ze mogen nooit naar buiten. En ze zien er ook heel slecht uit. En ze krijgen nooit aandacht. En ze mogen niet eens op de bank zitten. En ze mogen mij niet eens kusjes geven. Nee, niks mogen ze. Nee. En ze zien er ook zo zielig uit. Ja. Ze kunnen wel zielig doen. Maar ach. Voor de rest valt allemaal best mee. Hè? En knuffels krijgen jullie ook niet, hè? Nee. Helemaal niks. Nee. Maar oké, lieve vrienden, wij gaan genieten. Ja. Genieten jullie met ons mee? Dacht van wel. Ik hoop het wel voor ze. Toppie omhoog. En anders hebben ze weg. Ja, gewoon duim omhoog. Ze zeggen, geniet lekker met ons mee met alles wat we doen. En tot later. Thank you.
En ja, wat hebben we daar nou liggen? Ja. Dat heet de Ark van Noach. Ja. Ja. Daar zijn dus de dieren en de mensen mee gered, overal één van, hè? Mm-hmm. Ja. Ja, ik denk, ik laat het u even zien. Mooi, hè? Ja. Dat is heel mooi. Kijk, en hun hebben ook gewoon hun eigen ding, zeg maar. En nu zijn we gewoon aan het schaatsen ergens. Nou, niet hier. Kijk, even een duimpje omhoog. Ja, ik kan dat nou niet. Het is wel een beetje koud trouwens. Ja, een beetje. Waar is je muts en handschoenen? Nee. Ik heb een lekkere muts en handschoenen op. Hoe heet u? Corina. Met IE. Met IE. En mijn kanaal heet Corina met IE ook weer. En de beesten. Dit is heel toevallig hoor. Hi, Lijs. Hey, Shahid. Vandaag met die trekkers. Ja, dat is vandaag. Vanavond, ja. Hey. Hi. Hoe laat is dat dan? Om half zeven dacht ik uit mijn hoofd. Half zeven. Ja, half zeven. Hi. Ik ben aan het vloggen. Ja, tuurlijk. Kijk. Ik ook. Oh, we zijn moeder en dochter, hè? Ah, leuk. Ja, sorry, maar dan ga ik ook even content schieten, hoor, jongens. Kom op. Ja, lekker. Kan je erop of niet? Ja, ik kan helemaal naar de overkant. Nou, we hebben hier dus weer Enzo, we hebben Miron, we hebben iedereen. Shahid. De kids. Leuk zo. Ja. Ja. Nou, man, kijk eens. Ja, dankjewel, schat. Hi. Hi. Ja, wil jij mijn stukje mij helpen? Enzo, waar kan deze dan? Ja, dat een paar van dit soort dingen zet, weer erop knallen en zo. En hier staat nog... Oh, die kan je gewoon heel erg snel gaan. En dan kom ik in een Seat Leon naar. Ja, maar... Ja, daar ligt er ook een. Wakker worden. Niks voor jou. Nu nog niet. Nee, daar die was al afgeklaard. Ja, maar het wordt weer op de weg afgelopen. Ja, dat is het. Thank you.
virgin's womb. Very God, begotten, not created. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Sing choirs of
lieve vrienden, daar zit ik dan. Midden op een, hoe heet zo'n ding? Nou ja, zo'n ding. Ja, daar, dat dus. Zit ik op mijn rollator. Karin staat hier, op het puntje. Midden op de weg. Te wachten op de eerste tractoren met mooie lichtjes. Maar het is zo druk om ons heen, dat willen jullie niet weten. Is zo leuk? Heerlijk. Hey Enzo, en waar stond jij dan? Enzo. Ja, Enzo, waar sta jij? Ja, dat weten we niet. Maar ja, doet er allemaal niet toe. Ergens daar, denk ik. Maar hij zal wel daar staan. Ja. En ik zie het eerste oranje knipperlichtje van de trekkers al aankomen. Dus ze zeggen gewoon, geniet zo meteen. Met ons mee. Met ons mee, ja. Hoe anders? Oh, wauw. Kikken. Rijden ze hard! Ja, gewoon echt goed door.
Maar ze worden niet en nog niet door het huis, man. Zo, lieve vrienden, ja, daar zijn we weer thuis, zoals jullie zien. En ik ben nou
vlak voor 10 thuis gekomen. Zo ongeveer. En het is nou dus alweer over 22:30. Ja. Maar in ieder geval, wat hebben we genoten, hè? Ja, en dan ik met Enzo Knol. Nou, hoe is het mogelijk? Ja. Nou, ik ben er helemaal blij mee in Immersas. Ja, echt wel. Ho. Maar wie er ook in hun sas waren, dat waren de meisjes. Want die waren door het dolle heen dat ik thuis kwam. Maar ik had wat lekkers voor ze bewaard. Ja, want we zijn even bij een drive-in geweest. En daar had ik even wat besteld om te smikkelen. Tenminste, ik had het Karen laten bestellen. Want ja, dat moet toch allemaal aan de chauffeurskant. En ik had er 2 bewaard en er waren kipnuggets. Nou. Hebben de meisjes mooi gehad van me. Maar oké, heb ik nog wat gevonden in de brievenbus. 2 hele mooie kaarten. En deze vind ik wel heel mooi. Heel erg mooi. Er zit ook glittertje op. Dat zien jullie wel. Nou ja, die hebben we van niemand anders, jullie kennen haar wel, van onze lieftallige Chrissy en Jos. En ja, nou hartstikke fijn, hartstikke mooi. Ik vind hem zo bijzonder, echt. Ik vind hem echt heel erg mooi. Ik ben ook gek op zulke soort kaarten. Vroeger stuurde mijn ouders ook altijd zulke kaarten uit Spanje vandaan. En dan had je altijd die hele mooie, bijzondere kaarten. Ook allemaal met glitter erop. Nou ja, ik vind het gewoon mooi. Ja, echt. Maar in ieder geval, ik ben er heel blij mee. Die krijgt een kaart terug. En dan heb ik nog een hele mooie kaart gekregen. Die komt, die kennen jullie ook wel. Enkel één daarvan, kennen jullie. Dat is Wilma. Ja, en dan bedoel ik niet Wilma de huishoudelijke zorg. Nee, mijn surrogaatzusje, ja. Marcel, Wilma en Samantha. Nou, Wilma die kennen jullie. En Samantha weet ik eigenlijk niet, dat is de dochter. Maar Marcel, ja, enkel de voeten, want hij wilde niet op. Nee. Dus, maar in ieder geval, daar ben ik ook blij mee. En die krijgt er ook sowieso eentje. Ja, ik ben nog met de kaarten bezig. Komt allemaal goed. We houden gewoon vol goede moed. En ik laat dat gewoon hier nu leggen. Ik hang ze niet op, want dan vergeet ik dat. Maar morgenmiddag ga ik er zeker even mee aan de gang. En ik moet morgen ook nog een vlog in elkaar draaien. Anders heb ik overmorgen niks, ben ik bang. En, maar dat komt ook allemaal goed. Vanavond doe ik dat niet meer. Nee, daar ben ik te moe voor. Ik ben echt uitgeput, uitgerangeerd. Ik ga kerstfilm kijken. Ik maak mijn camera leeg. Weer voor morgen. En komt allemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, ik sluit nou gelijk af. Dus een hele fijne, liefdevolle avond verder gewenst. En met hetgeen wat jullie gaan, nog doen willen en doen gaan. Voor daarna. Welterusten, slaap lekker met mooie dromen en uiteraard gewoon gezond weer uit je bed zien te komen. Ik zou zeggen, graag tot aan de andere kant van de nacht.